dan nu muziek. Romano, die was bij de Local Heroes. Nou ja, ik wil wel eens zien wie die lokale helden allemaal zijn. Laat maar eens zien wat het is. Ja, ik ben Jack Lutz van Rock City. En vanavond was ons jaarlijks festival voor de zesde keer Local Heroes. Goeie editie, denk ik zo. Ja, dit was een enorm goede editie. Vooral omdat er een zeer gevarieerd programma er was. En alle bands zonder meer de moeite waard waren. Bradley Silkes, bestaat het al lang, die band? Nou, we zijn vorig jaar begonnen, in november. En vanaf januari zijn we begonnen met optreden dit jaar. Dus we zijn nu bijna een jaar bezig. En dat gaat erg goed, veel optreden. En, Maar binnenkort nog meer optredens dan? Uit mijn hoofd weet ik ze niet allemaal, maar we hebben wel een website, www.bradleycircus.com. En daar staat natuurlijk staat de agenda op en waar we allemaal optreden. En, ja, volgend jaar veel bluesfestivals en zo waar we voor gevraagd zijn. Dus allemaal heel leuk. Wat doet Rock City eigenlijk voor de muzikanten in Tilburg? Nou, wij noemen ons Belangenvereniging Popmuzikanten Tilburg. En wij organiseren elke maand, iedere keer op een ander podium in Tilburg, een popgroepenpresentatie. En we hebben jaarlijks een popfestival. En dan doen we een selectie van de beste bands van het afgelopen jaar. Oké, en dat is eigenlijk Local Heroes, ja. Zeg maar. Sta je nou toch een appetjoek, hè? Snapte. Gast, even snel interviewt, man. Nou, vooruit dan. Ja. Maar, we gaan hier maat voor jou natuurlijk. Misschien is gewoon hier blijven, interview. Zo interviewen. Zeg je net vijf keer. Communiceren. Je luistert niet. Nee, je moet gewoon praten. Luister nooit! Helemaal schijnt, ik word man! Dat is het pillenveur, hè? Ja, dat weet ik zeker. Nou, vergeten. Ik sliep bij mijn vriendin in de lagen thuis. En gisteren van kinderweek of weer. Dus ja, daar word ik een beetje druk van. Nee! Als je niet kent, gewoon een keer luisteren. Is gewoon best leuk. Heb ik een website aan of zo? www.myspace.com/timmytex en www.timmytex.nl. Ik kom eraan, daar zijn we mee bezig. Maar ik heb nog een luie beat creator plus website design maker. Neger. Franklin, schiet toch eens op, jongen! www.ritalin.nl Local Heroes. Laters. Had hem gezien, die Timmytex. Hij is wel een beetje gek, maar hij komt er wel. En over gek gesproken, het begint ook met een G. Hoe is het in de keuken, Günther? Jongen! Nou, dan gaan we nog eventjes terug naar die lokale helden. Omdat Romano soms nog iets heeft.
One Inch Man, je kent ze nog, de mannen met de kleine pielen. Daar jarenlang sparen en ja, veel operaties is het gewoon geen inch meer, maar gewoon echt van zo naar zo. Over een jaar, dan laat hem zien. Een elastiek muziek, laat hem allemaal zien. Dan zullen we zien dat het gewoon 3 inch is. Jongen, wat doe jij hier? Bier zou hebben een kutroep eigenlijk vrij weinig voor de rest. Maarten on drums. Ik word nou niet bepaald vrolijk van, zeg maar. Maar iedereen gaat dood, hè? Ja, maar als je zo gaat beginnen, dan hoeft men niet meer. Het zet wel iets zwaars weg, maar dat is ook de bedoeling, neem ik aan. Het is wel de bedoeling dat je door die muziek mee wordt gesleept, inderdaad. En dat je gevoelens worden aangesproken. Websiteje, cd'ken uit. Ja, hebben we allemaal. www.nmartinondrums.com. Check het uit. En we hebben een cd-mo. Ja, die moet je ook gewoon maar even kopen. Die kost slechts 5 euro. Nou, als je net zo depressief als Manu wilt worden, moet je gewoon even op de kop tikken.